Ik denk dat macro-economen nog veel te weinig gebruik maken van de mooie data die micro-economen gebruiken. En die data kunnen ze heel goed gebruiken om je macro-economische modellen te identificeren. Tegelijkertijd denk ik dat micro-economen ook wat meer rekening zouden kunnen houden met allerlei macro-implicaties die macro-modellen genereren. Ja, de macro-economie ligt zwaar al onder vuur in de populaire pers en ook al op de webblogs. Het idee is een beetje dat eigenlijk macro geen empirisch relevante kan genereren, dat we er eigenlijk niet zoveel aan hebben. Er zit een kern van waarheid in. Binnen de macro-economie is het empirisch onderzoek gewoon lastiger dan binnen de micro-economie. Maar aan de andere kant, er zijn een aantal zeer belangrijke macro-vragen waar we toch niet omheen kunnen. En uiteindelijk denk ik dat zelfs binnen de macro kunnen nog wel empirisch relevante feiten genereren. Ik denk dat iemand als Paul Krugman weer veel te ver gaat. Die ziet geen enkel probleem. Die zegt zelfs dat macro-economen zelfs betere feiten kunnen genereren dan micro-economen. Zijn idee is een beetje, we zien dat lonen en prijzen star zijn. Dus ja, onze oude Keynesiaanse modellen werken prima. En het is gewoon duidelijk wat er gebeurd is binnen de afgelopen crisis. Maar als je dan echt naar de data kijkt, dan zie je dat inderdaad voor 30% van de mensen die een baan hebben hun loon niet veranderd. Maar meer dan 35% die zag wel degelijk een loondaling tussen 2007 en 2008. En als je scannerdata bekijkt van supermarkten, zie je ook dat er heel veel prijsaanpassingen zijn. Dus voor dat verhaal heeft Paul Krugman nodig dat tussen 2008 en 2014 de prijzen nauwelijks veranderd zijn. En dat is gewoon niet in overeenstemming met de data. Ik denk dat macro-economen nog veel meer gebruik kunnen maken van die mooie microdata. Als ik één voorbeeld mag geven van mijn eigen onderzoek. En binnen de arbeidseconomie worden nu vaak gecontroleerde experimenten gedaan. En in Denemarken hebben ze experimenten gedaan waarbij ze een bepaalde groep werkelozen hulp gaven bij het solliciteren. Ze zeiden, hier zijn de banen, run een spelcheck op je cv, et cetera. En wat je zag is dat die groep mensen die willekeurig geselecteerd was, inderdaad veel sneller een baan vond dan de controlegroep. Maar de grote vraag voor beleidsmakers is, wat gebeurt er als we iedereen in Denemarken zouden helpen met solliciteren? En om die vraag te beantwoorden heb je toch wel een macromodel nodig. Dus zo'n model hebben we ontwikkeld. En wat blijkt, als je naar een model, wat we doen is in zo'n model is, we vragen het model om bepaalde statistieken te genereren die we ook waarnemen in de data. Dus hoe snel dat de treatmentgroep, hoe snel de controlegroep een baan vindt. Maar we kijken ook naar andere regio's waar geen experiment was. En het blijkt dat in die andere regio's de mensen sneller een baan vonden dan de mensen in de controlegroep. Dus die mensen in die controlegroep hadden blijkbaar last van de treatmentgroep. Wat we uiteindelijk gedaan hebben met dat model, want het model kon vrij goed die feiten verklaren, is we hebben aan het model gevraagd, wat gebeurt er nu als we iedereen in Denemarken zo'n behandeling geven? En dan blijkt dat de implicaties een stuk minder gunstig zijn. Dus als je kostenbatenanalyse zou doen op de 30% die treatment kreeg, dan zou je zeggen van goed idee, dat moeten we doen. Maar als je iedereen die treatment zou geven, dan blijkt dat de kosten uiteindelijk hoger zijn dan de baten. En is de conclusie niet doen. Dus om de echt relevante vraag te kunnen beantwoorden, heb je toch vaak een model nodig. Maar dat betekent niet dat je per se geaggregeerde data moet gebruiken. Je kan ook gebruik maken van al die mooie identificatie en microdata die de arbeids- en micro-economen gebruiken. Ligt het ook een beetje in het verwachtingspatroon wat mensen hebben van macro-economie? Ja, ik denk zelfs van economie in het algemeen. Dus als je kijkt naar natuurkunde, scheikunde, biologie, de harde wetenschappen, dan zie je dat natuurkundigen het meeste wiskunde gebruiken. Maar economen gebruiken eigenlijk meer wiskunde dan psychologen, biologen, misschien zelfs meer dan scheikundigen, terwijl het toch hardere wetenschappen zijn. En economen gebruiken die wiskunde gewoon om een consistent verhaal te vertellen. En wiskunde is nou eenmaal de meest precieze taal. Maar dat impliceert niet dat we geloven dat economie net zo hard is als de natuurkunde. En dat heeft alles te maken met het feit dat mensen die vormen verwachtingen. Dus als je beleid volgend jaar gaat veranderen, bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek gaat halveren volgend jaar, dan zie je dat mensen er nu al op reageren, nu snelle huizen gaan kopen. Maar als je volgend jaar zegt, we gaan de druk in een vat verhogen, is het niet zo dat die deeltjes zich vandaag al gaan aanpassen. En daarom is economie als vakgebied gewoon veel lastiger. Die heeft lastigere problemen. En daardoor kunnen we dingen ook met wat minder zekerheid zeggen.